Zo, we zijn er weer. De batterij was weer leeg van de camera. Nou, ik wil hem eruit tikken. Hij zit natuurlijk vast en ik kan niet goed ergens kracht zetten. Dus ik heb eventjes de moer er weer opgedraaid. Ik zie dat ik nog ergens wel kracht kan zetten. Misschien kan ik hier wat tussen doen. Het lijkt wel dat hij nog vast zit. Dan zit hij nog meer vast dan. Dat is gek. Zit hier nog een motorblok vast? Nee, dat niet. Hier is los. Hier zit een beugel. Oh, daar zit nog een beugel. Hop. Jezus, moet dat nou? Hoe zit die dan weer vast? Allemachtig. Even een dieselpompje uitbouwen. Mijn god, waarom? Ja, die kan ik er nooit uitkrijgen zelf. Daar kom ik ook nog niet bij bediend, dus die is het niet. Dus dan moet deze los. Oh, dat is een deelbare beugel. Dat is een deelbare beugel. Het ziet er een beetje vreemd uit, maar... Voor mij zie ik al beweging en dat zou fijn zijn. Ik zei toch dat het simpel in elkaar zat? Ja, behalve dit deel. Oeh, hij komt al. Het gewicht. Oh, is ook nog een speciale moer. Tuurlijk. Oh, dat ziet er ook gebroken uit. Zo. Godverdorie. Wat schoot me daar weg? Nou, een ring denk ik. Zo. Nou, dieselpomp is eruit, iets groter weg. Gaan we alweer uitzoeken. Ik heb geen bouwtekeningen, dat is altijd plezierig als je die niet hebt. En anders maken we maar een voorraad. Dat is ook allemaal speciaal. Jeetje mina. Waterpomphuis, oh dat is nu ook los. Had ik liever niet gehad. Goed, ik ga dingen opruimen. En we gaan kijken wat we kunnen bewerkstelligen met de pomp. Tot de volgende keer weer. Groetjes.